Want ik hoor je namelijk drie keer zeggen, Wouter, niks aan de hand nog. Ja, het zijn twee wedstrijden, 180 minuten, hè? Dus vandaag de eerste 90. Zaterdag zijn ze van ons. Ja, dus je bent pas halverwege. Precies. Ja, in principe is eigenlijk heel de wedstrijd niks aan de hand. We hebben het onder controle en jammer dat we niet 1-0 scoren. Jammer? Ja, ik kan er nu even, iedereen baalde, maar ja, wat ik zeg, we hebben nog 90 minuten zaterdag. Ja. En zo staan we er ook gewoon in. Er is nog geen alarm fase 1? Nee, zeker niet. Het is zonde, natuurlijk, je wilt hem hier winnen. Ja, dat gebeurt niet. Volgende wedstrijd, zaterdag 6 uur, nogmaals, dan 90 minuten. Ja. Heb je al een verklaring van waarom je niet wint vandaag? Ja, lastig. Ik denk dat we eigenlijk wel op de eerste helft hadden begonnen goed. Toen hadden hun heel even initiatief. En eigenlijk denk ik verder, heel de wedstrijd, zijn hun alleen gevaarlijk geworden uit omschakeling. En dat is redelijk normaal, want we gaan natuurlijk voor de gelijkmaker. Ja, net die laatste paas niet. Hun hebben het achterin gewoon goed centraal goed dicht zijn. En op het laatst proberen we het nog met lange. Er komen gewoon wat kleine kantjes uit. Maar ik kan er niet echt zo snel nu nog vinger op leggen. Nee, is het misschien ook niet dat het een beetje te gemakkelijk ging misschien wel in de eerste helft? Ik weet niet. Donnie krijgt de boel zo makkelijk onder controle. Ja, dat is waar. Ja. Donnie krijgt nog een grote kans. Als hij hem goed meeneemt, dan is het gevaarlijk. Een keertje Brian volgens mij nog. En die goal is gewoon zonde, weet je. Daar gaan wel dingen fout. Ja, voetbal is een spel van details en fouten. Dus ja, dat hoort er ook bij. En we maken ons nog geen zorgen. Nee, maar tegelijkertijd hadden we er ook drie in gekund. Want je moest twee keer flink aan de bak. Bal op de paal getikt. En die andere, was dat meer gelukt dan wijsheid? Die reflex. Tegen draad. Die tegendraads moeten we misschien af en toe wat agressiever zijn. Dat is een bal in de 5 meter. En die andere kans komt uit de omschakeling. Ja, dan probeer je nog wat te forceren. Misschien, weet je wat ik zeg, het is de eerste 90, moeten we ook niet te veel gaan doen. Maar ja, die pak ik inderdaad nog wel lekker. Dus dat is wel fijn dat ik nog zo kan helpen. Ja, want dankzij jou is het nog een wedstrijd zaterdag. Ja. Want zo is het ook. Ja, zo is het ook inderdaad. Nee, ja, ik heb nu alweer zin in zaterdag. Dus ik hoop dat het goed komt. Maar als we van onze kwaliteit uitgaan, dan komen we een heel eind.